We gaan naar een duel dat wel eens een paar trommelvliezen zou kunnen gaan kosten. We tikken af met Axel en Olaf. Twee drummers. De een 41, vol ervaring. De ander pas 16, met een klein drumkamertje op zolder bij zijn ouders. We zien een mentor met zijn leerling, maar we horen twee bloedfanatieke slagwerkers. Daar komen ze. Ze hebben niet zulke schoenen als die jij hebt, hè? Doe eens even. Die wil ik ook. Ja, ik zag al een aantal mensen zo lekker meedrummen. Ik vind het zelf ook heerlijk om te doen, maar in restaurants vinden soms mensen het bloed irritant. Nou, wij gaan naar Bert Skunk, want wat die met zijn vingers kan, is ongelooflijk. Als die begint te trommelen, ontstaat er een waanzinnige nieuwe wereld. En die klinkt zo. Ja, meestal wel, ja. Alles komt eruit. Jij ging echt helemaal los. Dat is het leuke aan slagwerk spelen. Ja, maar ik had het idee dat je ook zelf een beetje verrast was met hoe het ging. Ja, je moet altijd zelf een beetje kijken hoe het allemaal uitkomt. En de feel van het publiek en zo. Superleuk natuurlijk als dat erbij komt. Hè. Echt heel goed optreden. Maar ja, Olaf en Axel, die waren er ook.
Hey, ja, een heel sympathiek duo jullie. Mentor en pupil eigenlijk. Ik zie in jouw ogen ook dat je gewoon trots bent op hem. Ja, ik vind het geweldig. Ja, sowieso dat we hier weer met drum staan en ook wat Bert hier doet. Ja. We hebben sowieso een hele leuke dag ook. Hè? Alles drum staat centraal voor ons vandaag, dus dat is voor ons een groot feest. Ja. Oké, Bert kon erbij staan. Jury, een hele moeilijke keuze. Ik ben blij dat ik hem zelf niet hoef te maken, want ik zou echt niet kunnen kiezen. Maar jullie moeten het toch gaan doen. Wat was de beste drumact? Kies 1 voor Axel en Olaf of kies 2 voor Bert. Bent u ook zo benieuwd naar die bedragen? Hoe is die 2500 euro verdeeld? Ja, ik zie hem al kijken, die Olaf. Die denkt al... Ja, Bert, ja, dit is vanavond de hele avond al zo. Ja, dit zegt dat het gewoon 2 top-acts waren. Oh. Maar ja, maak nu maar je keuze. Goh, ja, dit is weer typisch aan het programma, zeker. Ja. Nou ja. Oké, dan gaan we ervoor gaan. We gaan voor 1325 euro. 1325 euro. We gaan het gewoon doen. Ja, ik snap het ook wel. Dan wil je voor die paar honderd wil je er ook niet naast zitten. Succes! Jullie zijn er al uit, hè? Ja, nee, absoluut. Ook een lastige keuze voor ons. Maar ja, wij moeten het natuurlijk met z'n tweeën verdelen. Ja. Dus ja, dan ga je toch al gaan ook voor het hoge bedrag. Dus maar jullie denken dus ook, even los van het spelen voor het hoge bedrag, dat jullie dit duel gewonnen hadden. Ja, wij hebben gewoon wel goede hoop op dat wij goed zijn uit. En het zit dicht bij elkaar. Ja, het zit heel dicht bij elkaar. Dicht bij elkaar. 1325, ook voor jullie? Ja. Noteren we op jullie scherm. Ja, ik snap het wel dat jullie zouden kiezen, hoor. Maar ja, het pijnlijke is ook dat één van jullie twee dit prachtige bedrag gaat winnen. En de andere vooral, dat is het pijnlijke, niet. Wie is de winnaar van dit duel? Axel en Olaf! Kom erbij, man. Goed gedaan, heel goed gedaan. Gefeliciteerd, boys. Hey, het leuke is, boys, misschien zien we jullie ook nog terug in de finale. Grote kans. Ga je mee? Kom, Bert. Goed gedaan.